Een belangwekkende tentoonstelling in het museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam heeft 2 maanden lang sterk de aandacht getrokken. 110 meesterwerken uit de wereldvermaarde collectie Thyssen-Bornemisza, waaronder deze grote familiegroep van Frans Hals, werden hier geëxposeerd. Van Jan Steen was er dit zelfportret met luid. De Spaanse meester Francisco de Goya was vertegenwoordigd met dit schilderij van koning Ferdinand de VII. Uit de Italiaanse school stamt deze jonge prins uit het geslacht Medici, op populierenhout geschilderd door Giulio Romano. Eveneens op hout geschilderd is dit werk uit 1488 van Ghirlandaio, een van de schoonste voorbeelden van de Florentijnse portretschilderkunst uit de Renaissance. Opvallend is de rijkdom aan portretten in deze collectie, waaronder dit van de Duitse schilder Albrecht Altdorfer uit het begin van de 16e eeuw. Van Hans Holbein de Jonge, een beeldenis van Hendrik de VIII, een van de vroegste door hem geschilderde portretten. Juan de Flandre, uit Vlaanderen afkomstige hofschilder van Isabella van Castilië, portretteerde aldus haar dochter Johanna de Waanzinnige. In de Annunciatie gaf de schilder El Greco een indrukwekkend beeld van de verkondiging van Christus' geboorte. Enkele prachtige Italiaanse stadsgezichten completeerden deze unieke kunstverzameling die door vele duizenden in het Rotterdamse Museum werd bewonderd.